Ismeen en daarna gaan we van een Mazda 3 de turbo demonteren. Het gereedschap wat we hiervoor nodig hebben is een sleutel 10, een sleutel 11, een kleine schroefdraaier, een dopje 10 en 11, een inbus 10 en een inwendige torx 10. En dan kunnen we gaan beginnen. Normaal is het zo dat de katalysator hier nog op zit. Bij ons is die al gedemonteerd, dus houd er even rekening mee dat je thuis iets moeilijker hebt. Dan moet je het veel onder doen. Het is mogelijk, maar het is nu wel makkelijker. Als eerste gaan we even de slang demonteren. Vervolgens zit hij met een boutje 10 zit hij vast. En hier kunnen we met de raad erbij. Dan hebben we de slang even los. Vervolgens zit hij hier met een inwendige torx vast. Hier zit hij nog vast op twee punten. En hier aan de onderkant ook nog op een punt. Ga ik eerst even dit slangetje en deze slang er even loshalen. Een kleine schroefdraaier. En dan voor deze hebben we de inbus nodig, nummer 10. Deze los en dan vervolgens gaan we die hier achter losmaken met sleuteltje 11. Voor de ratel erbij. Ook weer. En dan zit hij hier nog een beetje vast. Dan zit hij hier achter, zit hij ook nog een beetje vast. Haal ik even de draad eraf, dan heb ik iets meer speling om te draaien. Vervolgens kan ik de turbo loshalen. Halen we voorzichtig de slang naar achteren. Vervolgens hebben we hem hier losgemaakt. Zit hier achter, zit hij nog met een slangetje vast.
we de slang losgehaald. Die zitten hier op het vacuümventiel nog vast. Dan hebben we de turbo eruit en kunnen we naar de kassa toe.